Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En welkom in onze coole custom map die we hebben gedownload. Vorige keer heb ik een heleboel eten gehaald, Golden Carrot. En al heel veel gigantisch veel eten. Een zwaard, plus 6 attack damage. Twee boeken. Eyeglass robot head. Een robot hoofd. Een veer. En een bowl. Oké, en twee boeken. Ik ga eerst eens de boeken doorlezen, want wij zijn in het rare industrieterrein. Ergens diep onder de grond en in een coole jump parcours. Even kijken. Event log. Bla 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 bla. Niet heel veel interessants. Tobias. Omniblok, ja. Ik heb zelf buiten gesloten. Huh? Oh, oké, ik had nu weer het kast buiten de hek gevallen. Je hebt het over dat omni-blok, dat hele rare veranderende blok. Heb je hem nog? Ik heb het blok niet meer. Kut, nou heb ik mezelf wel opgesloten. Ik lees even over door wat er allemaal staat. Het is in elk geval een supergoed blok wat allemaal industriële, toch? Ja. Dingetjes goed doet. Daar komt het op neer. Maar kijk eens waar ik zit. Ik zie je niet. In mijn naamplaatje, gewoon rechtdoor lopen. Maar ik heb wel wat FPS verminderingen. Gewoon doorlopen. Nou, daar zijn we weer, denk ik. Rechts. Rechts. Wacht, ik sla je met mijn zwaard. Oké, dit is mijn zwaard. Vind je het vet zwaard? Welke? Nee. Als je hem vast hebt, lijkt dit een zwaard, maar dit is mijn echte zwaard. Ik vind het op een dode rat lijken. Dit is mijn echte zwaard, maar als je hem vast hebt, lijkt het een zwaard. Zie je? Of een dode rat. Of een dode rat. Het kan ook een dode rat zijn. Maar ik denk dat we hierheen moeten, aangezien hier weer groene blokjes zijn. Ze hebben het dan ook wel een beetje over de omni-blok en goed, dit, dat, exit hier, kunnen we niet in. Ofwel. Shit. I use the force. Waar ben jij? Hier kun je... Hier. Oh, varken. Ik ga even bij het varken kijken. Ik zit in de caravan. Oeh, bacon. Iron deur, ja, noem maar deur. Kun je er niet uit? Waarschijnlijk niet. Hoe krijg je het voor elkaar om overal vast te komen te zitten, bro? Ik dacht, ik zie een hekje en met dit hekje kan ik op een ander hekje komen en dan zit bij een grid. Oh, ik heb zoveel eten nu, dit is bizar. Delen. Er was een dispenser gevuld met eten en heb ik al het eten uitgehaald. Echt, ik heb gewoon... Twee rijen van de inventory zo zitten gewoon vol met eten, zoiets of meer. En een zwaard en veren heb ik. Want ik geef je ook wel wat eten. Waar ben je? Ik loop naar boven. Wat hoor ik? Volgens mij probeer ik de auto te starten. Er is maar één kip uitgekomen. Mag ik wat eten? Ja, hier heb je 5 miljoen. Ik ook niet te gul. Wow, lijkt net of deze koekjes schimmel op zich hebben. Hier, nee, die hoeft niet. Neem maar wat brood. Hier, achter je. 28 brood of zo. Oké, waar zijn we? Dit is dat omni-blok waar ze het over hadden. Dat rare bewegende blok. Danger, hop. Een raar industrieterrein. Ja, er beweegt echt van alles hier. En dat voel ik ook aan mijn speel. Ja, alles beweegt. Ik zit ook. Oh, ik heb een deur die ik open kan maken. Ben je de groene blokken gaan volgen of wat? Ja, gewoon hier. Ik ben bij de groene blokken. Ja, ik hier. Oké. Deze ja. Kon ineens gewoon open. Laten we daarheen. Hey. Kijk. Ja, ik heb de hele dispenser al leeg gehaald. Er zat een halve stek koek of zo in. God. En nog wat dingen. Oh, we zitten er niet. Waar zijn we? Even kijken. Zou er in elk geval wel van veiligheid. Overal brandblussen en EHBO-zooi.
Nou, ik voel alsof ik Star Wars invasie ben geland waar allemaal zombies zijn geweest. Het is wel helemaal verlaten, dat vind ik raar. Wat zijn dit? Signs of zo? Glas volgens mij. Ja, signs. Nou, ik weet niet. Oké, wat kunnen we hier doen? Is dit wel de plek waar we heen moesten? Nou, ik ga hier weg. Ik vind hier akelig stil namelijk. Ja, laten we weer terug naar het industrieterrein. Dit hier. En gewoon rechtdoor lopen. Ja, we moeten hier eigenlijk nog een heel eind rechtdoor. Wow. Dit is best wel vet gemaakt. Kom eens hier. Yo, die gat in de grond. Of niet? Een gat in de grond? Geen gat in de grond. Wat is er met een gat in de grond dan? Die is niet. Waar? Oei, yo, kom eens naar mij. Ja, ik loop gewoon nu recht vooruit. Oh ja, daar kwam ik de hele tijd vandaan. Dat was net, ik kwam naar jou. Waar ben jij? Kijk, zie je dat gat in de grond niet? Welke die aan de... Wow. Zijn dat schappen of zo? Dit dat is bizar, kunnen. Joh. Echt vet gemaakt. Wow, dit is echt vet gemaakt. Uzi. Iemand heeft hier aardig wat tijd in gestoken. Hier zie ik deuren. Kijk of ik met de deuren aan de binnenkant. Kut deuren. Waar ben jij? Ik ben hier. Op je. Hier. Ik heb geluk gehad. Ik was bijna dood. Hallo. Bram. Je lag net zand en ik ging even staan en ik was bijna dood. Volgens mij is daar beneden wel iets. Ik wou naar de overkant rennen en toen was ik dood. Of nou ja, ik viel bijna. Ik kon nog net shift. Net op tijd shift indrukken. Als je gewoon in één keer had gerend, was je dan niet... Oei, yo, er valt steeds meer. Nee. Nee, valt niet meer. Nee. Moet je maar opletten. Kijk, alles wat je doet is dat ding naar voren en achter. Oh. Nou, daar gaan we. Ligt water beneden. Wow. En we gaan weer ruimte reizen. Bij mij nog niet. Ik zie 4 miljoen varkens op één plek. Ja, ik helaas ook. doe dicht, doe open. Wat open, wat dicht? Waar ben jij? Ik zat in een muur vast. Ja, ik ook. Maar ik ben nu verder. Klein lava parcours kom je. Ben je er ook? Ja. Oké. Kom hier. Hier is water. Let's go. Ik ga met water naar beneden. Nou, gewoon springen. Wat? Wow, ik ben helemaal de weg kwijt. Waar zijn we? Onder de grond. Wat is hier? Hier is een rood blok. Nee, we moeten een groen blok hebben. Groen blok is goed, rood blok is niks volgens mij. Ze hebben tenminste niet gezegd dat rood blok iets is. Volgens mij is het gewoon deze grote gang volgen. Ja. Het is wel allemaal raar. Is dit zand of zo? Dit is zand. Ja, ik heb het. Ik heb het. Ik ben hier weer door. Ja, volgens mij moeten we hier door. Ja, groen. Heb je zand al teruggelegd? Ja. Maar ik heb altijd nog eten, dus als we nog dingen met pressure. Shit. Wat? We vielen bijna. Deel die varkens vallen uit het dak. Kijk, ze vallen, kijk. Waarom vallen er allemaal varkens in de lava? Hey, ik ben hier eraf. Trappetje gevonden. Dit is random, waarom vallen er allemaal varkens de lava in? Oh cool, hier is een varken gevallen. Ligt allemaal varkensspul.
Oké, ik kijk hierheen. Hier is iets in de muur gebouwd. Iets met een rode lijn, wit. Kom in. Binnen. En dan... Wow, een volle chest. Improvised flame device. Jij mag dat boek. Ik heb alles. Wow, wat is dat? Mag ik dat ding eens? Mag ik dat ding eens? Doe mij maar eerst uitmaken. Mag ik die eens? Wat is dat? Vuurwerk. Oh, fire. Oh, dat zijn gewoon vuurpijlen. Ik dacht, je had een of ander apparaat dat... Explosies en zo. Wow, het geluid is hard, Bram. Hoor dit, hoor dit, hoor dit. Bam, 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 bam. Ik zeg, als je nou je spammuis had met dit vuurwerk, hoor. Heb jij ook aanstekers? Ja, een paar. Ik heb er best... Auw. Lul. Jammer, Tobias. Golden apples heet dat. Ik heb er nog 5. Fire resistance. Heb je ook golden apples? Nog 5. Hier moeten wij niet eens groen. Oh. Doei. Oh, een kist. Groen is. Waar een kist met 64 gravel en 33 zand. Wat doe je? Ik weet niet of alles mag branden. Ach, ik heb fire resistance. Hey, hoe kom jij fire resistance? Oh, ik heb golden apples. Mooi, doei. Die heb jij toch ook? Ja. Oh, hier aan de overkant is ook iets. Volgens mij moesten we die 64 gravel en zand hiervoor gebruiken, maar ik zeg... Dan wordt het wel veel moeilijker. Er zit er een uitdaging aan. Ik zeg golden apples. Hier was een lever, die heb ik overgehaald. Ja, zullen we gewoon oversteken? Als het nu opeens ophoudt, even de tijd... Het houdt ineens op. De lava. Nee, tijd in de gaten houden. Oh, zo bedoel je. Ik heb nog 3 minuten 40. Ik heb er nog 4, hè. Zit daar ook een lever? Oh, die laat de lava natuurlijk stoppen. Ze hebben niet aan gedacht dat wij golden apples aan het eten waren. Ah, Eén lava is gestopt. Dit duurt te lang. True. Golden apples, doei. Hoi. Het is echt vet dat je loopt en dat die deuren dan zo open gaan. Damn. Kist, wat zit erin? Card. Zet hem neer. Backup battery. Must be presented. Ik heb een magnetic grenade. Kan je mij aanzetten? Lach, ik heb een handgranaat. Kan je mij aanzetten? Ik wil gaan. En een arrow. Ik ben even mijn inventory aan het ordenen, want mijn inventory is nogal een chaos. Kijk dit dan, ik heb een fucking handgranaat. Zet hem eens aan, of duw me. Ik weet niet of de bedoeling was dat ik hier inging. Ga jij er maar eens in zitten. Deed jij dat? Nee, maar het is wel leuk. Ik duw je. Wow. Hoorde je dat? Misschien is er nu iets gebeurd. Hoor dit. Hé, hij is open. Was dat nog niet? Nee. Mooi, 6 appels, 11 koekjes, 6 boterhammen. Van mij. Je had echt alles tegen. Weet, je moet eigenlijk kunnen zien hoeveel eet ik heb. Dat is bizar. Wat geef je mij? 5 meloen. Nee, ik heb je ook brood gegeven. Oké, loop jij die kant? Loop ik deze kant op? Lever. Hier is weer dat rare stukje.
We zijn alleen nog geen één monster tegengekomen. Dat vind ik raar. Hoezo dan? We hebben wel een zwaard en allemaal eten en handgranaten. Misschien komt er nog een ijs. En dan allemaal monsters. 4000 monsters. Is hier iets te zoeken? Ah, dit is zo groot. Dit is ook moeilijk. We hebben toch fire resistance? Mhm. Doei. Oké, zo makkelijk was dat. Wow, hier zijn allemaal levers. Oké, niet overhalen, denk ik. Fuck jou. Ik heb armor. Dat? Echt? Oh, er komt armor uit. Thermal helmet. Een thermal weet ik veel wat. Thermal pants, thermal helmet, thermal boots. Heb jij ook alles? Ja. Ik krijg een hele thermal set. Is dit een prullenbak? Want ik heb niet zoveel thermal pants nodig. Is dat een stuiterbak? Nee, dat is zo'n ding, weet je wel, waar je water in kan doen. Oh, het ligt in het water of zo. Oké, nou, ik ben thermal klaar. Oh god. Hoor je dat alarm? Ja. Let's go. Volgens mij moeten we even opschieten, want er is een alarm aan het afgaan, Bram. We zeggen danger. Waar ben jij helemaal? Ik ben hier bovenop. Volgens mij moeten we hierheen. Hoe kom jij daar boven? Ik weet niet meer. Ik weet dan ook wel dat ik er kwam. Oké. Okay. Oh ja? Hey, ik heb een kist. Wat zit erin? Arrow. Oh, ik heb een magnetic grenade en arrows. Ja, ik heb ook een grenade. Ja, het zijn die enorme dingen met heel veel... Oh, ik heb twee magnetische granaten. Twee, één instant health 4. En nog een instant health 4. Oh. Wat gebeurt er allemaal bij jou? Hoor je dat geluid niet? Hoor je een granaat? Nee, die hou ik. Dat is het geweldigste geluid wat er in Minecraft zit. Ik heb er nog 3. Ik heb 4. Oeps. Heb je er een gegooid? Nee, ik viel naar beneden. Volgens mij moeten we hier komen. Kijk eens naar onder. Ja, maar... Hier is een exit. Tenminste, mijn halve map is geladen. Hier heb je echt een hele grote tunnel, maar ik weet niet hoe we hier inkomen. Hier is een exit, hier moeten we denk ik komen. En dan moeten we bovenop blijven, denk ik. Ik denk dat we bovenop moeten blijven, Bram. Geen idee. Maar waar ben jij nu? Ik was niet hoog te bezig. Hoe komen we daar bovenop? Weet jij was daar gekomen? Ja, maar ik ben het kwijt hoe we daar komen. Dat is geen klim iets. Nou goed, ik denk dat we dat de volgende keer uit moeten zoeken, want onze tijd zit er weer op. Ik zou zeggen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken en hopelijk zien we jullie de volgende keer terug.